En Samir, je maakt je heel erg zorgen over de polarisatie. Ja. Wat bedoel je daar nu precies Dat mee? Wij zij denken, jullie, dat hokjesgeest. Ja. Hè, opkomen alleen maar voor je eigen groep. Als ik opkom voor mensen omdat er bijvoorbeeld sprake is van discriminatie. Hè, of mensen die racistisch bejegend worden. Dan doe ik dat voor iedereen. En niet alleen maar hè, als het gaat om antisemitisme of islamofobie. Of als het gaat om LHBTIQ+ discriminatie. Ja. Ik wil gewoon dat iedereen in Nederland hè, die gelijke rechten heeft. En dat als je discriminatie aanpakt, dat je dat gewoon gezamenlijk. Vind je dat meneer Baudet bijdraagt aan de polarisatie in ons land? Nou ja, we moeten weer even NPO zeuren, hoor. Let op. Nee, die kunnen we ook even van de bingo-kaart afvinken, geloof ik. Nee, maar meneer Baudet. Gaan we weer. Meneer Baudet, nee, maar het is ook belangrijk om gewoon. Mag ik een vraag stellen aan haar? Nee, maar het gaat niet. Het is een suggestieve vraag. Nee, maar mag ik daar gewoon echt heel even iets op zeggen? Het gaat erom dat juist ook, dat we met elkaar, dat zegt u ook, en daar pleit u ook voor, daar ben ik echt heel erg blij mee, dat je wel gaat nadenken. En met elkaar ook in gesprek gaat. En dat je geen splijtzwam bent. Hè? Als politicus ben je daarvoor verantwoord. Als voorbeeld dan even, meneer Baudet. Eerder deze uitzending noemt u het NOS-journaal fake news. Daarbij draagt u toch ook bij aan die polarisatie. Nou, dat is heel wat anders. Kijk, identiteitspolitiek gaat erom dat je mensen een identiteit toedicht op grond van afkomst of geslacht of seksuele voorkeur of geaardheid. Zeker. Al die elementen van artikel 1. Ja. Waar het nu om gaat, is politieke campagne waar ik mijn ideeën presenteer en anderen ook. En natuurlijk, ik vlieg ook Rutte wel eens in de haren. Maar dat is niet polarisatie in de zin dat ik bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Maar ik maak wel duidelijk aan kiezers van jongens, er staat echt iets op het spel. En dat is denk ik juist ook heel goed. En daarna moet je natuurlijk na verkiezingen moet je een kabinet gaan vormen. Dan moet je weer tot elkaar begrijp komen. Ik. Maar toch even terugkomend op dat fake news. Hè? U heeft eerder deze uitzending het NOS-journaal fake news genoemd. Wij hebben daar afstand van genomen als programma. Goed hoor. Ja, toch? Heel goed van je. Ja, inderdaad. En ja, meneer, maar u lacht er steeds om. Ja, maar er worden journalisten. Nee, maar er worden journalisten. Nee, luister. Er worden journalisten bedreigd. Mensen van de NOS kunnen niet meer met hun logo zomaar overal naartoe. Die worden belaagd. Nou, dat is dat is één of twee keer gebeurd, maar dat is op elke manier te verwerpen. Dat is natuurlijk totaal belachelijk. Dat moet strafrechtelijk worden vervolgd. Dat geldt voor het bedreigen van ieder mens. En als ik zeg dat ik vind dat de NOS en de NPO vooringenomen zijn en altijd maar dezelfde frames en dezelfde verhalen vertellen, dan is dat op geen enkele manier uit te leggen. En dat mag ook nooit zo worden geïnterpreteerd als een oproep om wat dan ook aan mensen aan te doen. Integendeel, ook ik. Wij willen bijvoorbeeld bij onze vrijheidskaravaan demonstraties, wij willen die regels veranderen. Maar we beginnen altijd met een applaus voor de politiemensen en de BOA's. Want die mensen doen gewoon hun werk en die hebben we volledig respect voor. En wij willen die regels alleen veranderen. Dat geldt ook voor mijn visie op de NPO. Ik vind dat de NPO gesaneerd moet worden. Ik vind dat het gewoon, het is niet goed. Het is veel te politiek gekleurd. En de NOS heeft daar ook een grote fout in. Want het NOS-journaal, het is altijd maar hetzelfde narratief. Pro-Biden, tegen Trump. Ik ga u even onderbreken. Het spijt me, want we hebben nog maar.